Met de open dag wil het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers, vluchtelingen en Nederlanders met elkaar in contact brengen. En laten zien hoe het leven in een AZC eruit ziet. Bijvoorbeeld hier in Gorinchem. Ik zal jullie een kamer laten zien. Dit zijn 3-persoonskamers. Hier wonen de mensen dan. We proberen wel enigszins te kijken naar uit welk land ze komen. Zodat een Syriër bij Syriër zit en een Eritreër bijvoorbeeld bij Eritreër. Maar als dat niet kan, moet ook dat bij elkaar. De open dag in Gorinchem trekt tientallen bezoekers die vooral nieuwsgierig zijn. Hoe het er hier aan toe gaat, hè? Hoe die mensen zijn vooral. Weet je? Je hoort dingen, maar je ziet het zelf niet. Dus vandaar dat ik ben gekomen. Ik leef met die mensen mee en ik wil me ervan overtuigen dat het ze goed gaat. En dat wordt hier bevestigd. Hier hebben wij 2 lokale Nederlandse les. Die worden hier gegeven. Schrijven, lezen, het beter, beetje makkelijk. Mijn droom is ik word heel goed danser en ik wil leren producer muziek. Na de taal, na de leren taal. Ik ben computer engineer. Ik hoop leuk werk vinden. En ook mijn droom, de Syrië wordt het goed. Ja, klaar de oorlog. De opvang in Gorinchem blijft nog zeker tot januari 2018 open.